Kan ik mijn flesje bij in beeld houden? Ja. Ga je even inhouden dat je zo naar je stoel te lopen? Ik weet het niet. Oké. Zo. Hi, jongens en meiden. Ik ben hier vandaag samen met Jade en wij gaan vandaag best wel een speciale video opnemen. Want zoals je eigenlijk het al aan de titel ziet, is het misschien al helemaal gelijk duidelijk bij jullie. Ja. Nou, ik ben hier vandaag dus met Jade. Zoals jullie misschien de laatste tijd al gemerkt hebben, zoals jullie al in heel veel vlogs zien, zijn we de laatste tijd best wel vaak samen. Ja, toch? Ja. Ja, drink even lekker. Hé, hey, laat mij. En ik heb ook heel vaak dagen natuurlijk gehad dat ik niet aan het vloggen was en dat ik gewoon dingetjes aan het doen was die ik zeg maar privé wilde houden. Ik heb het vaak aangegeven. En ik dacht, we gaan vandaag gewoon eerlijk zijn. Nou, het werd de laatste tijd gewoon heel veel. Ja, oprecht. Klopt. En het was gewoon soms niet meer te combineren. Ook al heb ik wel gewoon heel vaak wel met gevlogd. Maar, nou, zoals heel veel van jullie waarschijnlijk al aan hebben zien komen, zijn wij samen. Ja. Dit is de beste manier om het te brengen. Ja, hoe moeten we het anders zeggen? Het is, dit is zo ongemakkelijk om te vertellen, maar ik dacht, nou, we moeten gewoon eventjes eerlijk zijn vandaag. En, wij hebben dus inderdaad een relatie. Hoe lang al? Ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het is zo. Weet je, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Ja, wat kunnen we er nou voor kwijt? Wat kunnen we nog meer bij zeggen? Weet het niet. Het is dus in ieder geval zo dat ik inderdaad heel vaak dagen niet gevlogd had, wat ik dus net al zei. Omdat ik dan gewoon dacht van, nou oké, ik ga het gewoon niet filmen, want anders valt het er heel erg op dat we elke keer bij elkaar samen zijn. Ja. Maar ja, ik heb ook weer dagen wel gefilmd en shit. En ja, het werd gewoon eventjes een hele moeilijke situatie, dus daarom waren we vandaag gewoon op... Ja, dit was toch zo? Ja, nee. Dus daarom waren we vandaag gewoon op het punt gekomen dat we dachten van oké, we gaan het gewoon vertellen en we zeggen gewoon dat we, ja, dat we samen zijn. Ja, verder kan je er eigenlijk niet zoveel over kwijt, maar ja. Nee. Ja. Ik hoop dat het nu een soort van duidelijk is geworden. En... Ja, maar waren er natuurlijk ook al heel veel vragen naar, want we hebben het natuurlijk al een keer eerder gedaan. Ja, klopt. We hebben een keer voor de grap eerder gezegd dat we... En letterlijk in je titel heb je toen. En dat je mijn nichtje was en shit. Ja. Maar nu is het dus, het is echt zo. Ja, en natuurlijk omdat ik nog niet 18 ben of zo, voor alle vragen, dat is van, wat vinden je ouders van? Mijn ouders vinden het gewoon prima. Dus dat... Ook. Ja. En jouw ouders hebben er niks over te zeggen. Nee, ja, mijn ouders hebben er niks over te zeggen. Het is nou eenmaal zo. Ja. En, ik durf gewoon niet in de camera te kijken. Ja, we hebben het gewoon leuk samen en dat vinden we het belangrijkste. En ik hoop dat jullie dat ook gewoon respecteren natuurlijk. Dat we het gewoon heel erg leuk hebben samen. En, wees lief in de comments, dank jullie wel. Ja, klopt. We snappen trouwens dat dit misschien een beetje een vage video is. Als jullie nou heel erg veel vragen nog hebben of wat dan ook, die zullen er vast wel zijn, denk ik. Sowieso. Laat die dan zeker beneden hier gewoon in de reacties, want we gaan vast gewoon een Q&A erover opnemen of wat dan ook. En, wat voor video's gaan we nu opnemen? Ja, als jullie nog meer andere leuke video's willen zien van ons of wat dan ook, laat het dan ook zeker weten hier beneden. Ja, ik ben wel een beetje opgelucht dat dit eruit is ofzo. Ja, maar ik vind het ook wel raar. Ja, het is wel een beetje raar inderdaad. Maar wel beter. In ieder geval. Ik hoop dat het hiermee dus een beetje duidelijk is geworden. Dit was de video voor vandaag. Morgen komt er natuurlijk weer een nieuwe video online. En ik hoop dat jullie er allemaal weer hartstikke zin in hebben. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Je kan ook natuurlijk abonneren op Jade kanaal. Die staat hier beneden in de beschrijving. En dan zeggen wij nu doei. Later! Doei doei!